gezien, ja, hadden we gezien dat p kwadraat plus 2 pq plus q kwadraat is 1. Geldt voor een normale diploïde organisme. Als we kijken naar een gen waar twee verschijningsvormen, dus twee allelen, zijn. In dit filmpje gaan we even een korte vraag behandelen die vrij, ja, die men lastig vindt en waarmee je denk ik een hoop eindexamenvragen, waarmee die duidelijk worden. Vorige filmpje hadden we dat 36% van de populatie was kortharig, 64% was langharig. Kort was dominant ten opzichte van langharig en daar kregen we uit dat P is 0,2 en Q is 0,8. Als wij hier nou verder mee gaan rekenen, hè, want P en Q zijn bekend, kunnen we dat invullen, dan weten we dat P kwadraat is 4%, 2PQ is 32% en Q kwadraat is 64%. En dat klopt weer met die 36% en deze 36%, want fenotypisch zijn deze niet van elkaar te onderscheiden. Stel je nou voor dat we willen weten wat de kans is dat wij uit een deel van deze populatie deze kruising willen hebben. Dus een heterozygoot keer een heterozygoot is een homozygoot recessieve. Wij willen dus van een, hè, wij willen uit de populatie kortharige, willen we als nakomeling een langharige krijgen. Ja, je snapt natuurlijk dat die kortharige, die langharige doen dan niet meer mee. Dus deze vallen weg. En dus zijn die percentages die ik hier in mijn pie chart heb staan, die gelden niet meer. Je ziet ook wel dat als dit de hele populatie nog maar is, dit zijn namelijk de kortharigen, dan is dit niet meer 32%. Nee, we moeten 32 plus 4, 36, moeten we opnieuw op 100 stellen. Hoe doen we dat? Nou, door hier gewoon gebruik van te maken. De kans natuurlijk, de kans dat ik een heterozygote uit deze bak trek die kort haar heeft en die heterozygoot is, hangt natuurlijk samen met hoeveel heterozygoten komen naar voren ten opzichte van de homozygoot dominante. En in dit geval is het vrij gunstig naar de heterozygoten toe. Hoe weet ik nou wat de kans is dat ik een heterozygoot pak? Nou, dat is 32/36. Ja, dus de hoeveelheid heterozygoten qua percentages ten opzichte van het totaal. En ik denk dat je dat als je hierover gaat nadenken, ja, dan zie je ook wel dat de kans op mijn heterozygoot is vrij groot. En die gaat richting 1, omdat de kans om deze te pakken zo klein is. Maar het idee moet je meenemen naar andere vragen. Dus de kans dat ik 1 organisme uit die bak haal die heterozygoot is, is 32/36. De kans dat ik een tweede eruit haal, is natuurlijk dezelfde kans. Is ook 32/36. En de kans uiteindelijk van die 2 organismen dat ze een kleine a als nakomeling hebben, is 1/4. Dus de totale kans, antwoord op deze vraag, is 32/36 keer 32/36 keer 1/4. En dat kan je uitrekenen op je rekenmachine of je kan het als breuk uitrekenen. Dit mag je natuurlijk niet zo netjes laten staan. Ik hoop dat je hier iets van hebt. Dit is een voorbeeld van Hardy en Wijnberg vragen waarmee vaak gerekend wordt, die veel in eindexamens terugkomen en de biologie olympiade. En dat is voor mij op dit moment actueel. Kijk er nog eens naar. Verzin eens wat andere getallen. En kijk of je er op die manier ook uitkomt. Veel succes!